Het is vandaag zondagmiddag, namiddag al. En we zijn er terug uit Arnhem. En we zijn nu in... Breda ergens. Breda. Rond Breda, een dorpje, weet ik wat. En we zijn voor het doopfeestje van het kindje van Jessica Malfaert. Ja. En dan gaan we nu even naartoe. Even feliciteren. En dan straks meteen door naar Amsterdam. Ons eigen Keetje Tippel. Tot straks. We zijn nu op het doopfeestje van... Hoe heet hij helemaal? Van Genoa. Cristiano, Adrianus, Antonio. Dat laatste vind ik wel een hele mooie naam, moet ik zeggen. Ja, vind ik wel heel passend. Hey, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En we zien het er fantastisch binnenuit, laat ik jullie zo zien. Maar hoe oud is hij nou? Hij is nu 6,5 maand. Hij is vandaag weer gedoopt, ja. Hij praat al bijna volgens mij, want hij is zo slim. En hij is zo knap. En dat laat ik jullie dadelijk ook even zien als het mag van Jessica. Ja, tuurlijk. En straks gaan we even kijken naar artiestanden wie er zijn hier. Hey, van harte gefeliciteerd met de kleine. Dankjewel, leuk dat jullie er zijn. Ja, sowieso. Iets later als verwacht eigenlijk. Maar je bent er sowieso, hè? Altijd, al is het een half uur. Nou, kijk eens aan. Dus blijven kijken. Als het meisje moet erop. Ja, ik kan niet moeder worden. Ik word alleen maar vader, hoop ik ooit. Gaat niet meer lukken. Als de vogels nestjes bouwen en verliefde mensen trouwen, sterren stralen in de nacht en het maantje heel onschuldig naar ons lacht. Als de wind heel zachtjes fluistert, de zon verdwijnt, de avond dan zachtjes weer. Kijk, dan zie je ons in de spiegel. Wacht even.
Klaar voor het Buma Gala. Ja, Tilburg podium, hè? Dat ziet er netjes uit. Maar ze zelf een klap aan als die primer. Ik heb het kunifeestje van Wimke. Dat meen je niet? Ja. Nou, ik heb gewoon een spijkerjasje met stenen en zo. Ja, is leuk. Nou, we gaan de lift in. We gaan kijken wat het is. We gaan de oranje loper op. Je ziet dat de pers staat al klaar natuurlijk om iedereen te ontvangen. Kijk. En wij mogen daar ook zometeen langs, dus dat is best wel spannend. Hoor. Altijd, nou, altijd. Ik ben benieuwd. Doeg. Welkom in Elf. Helemaal geweldig, leuke artiesten en leuke prijzen. Ja, vond ik ook. Ik vond het met Emiel wel heel erg leuk. Ja, vond ik ook mooi, ja. Met Ben Kramer. Ja. En nu gaan we even wat borrelen. Borrelen? Ja, we mogen borrelen. Nou, we gaan het gewoon doen. Yo. Daar zitten we dan natuurlijk, gezellig. Ik ben een cat, 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 ik ben een cat,
samen aan de zee. Beste mensen, we zijn even onderweg naar Baren, hè? Soest? Baren, ja, Baren. Ik heb een hele leuke koets op de kop getikt, dus die gaan we even kijken. En als we het eens kopen en ophalen natuurlijk. Hij was alleen vergeten dat ik om 4:30 thuis was. We mogen er om 9:00 weer uit. Nou, fijn hè mensen, op de maandag. Lekker toch? Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Verschrikkelijk. Doei. Het is eigenlijk een huis, hè? Dit is echt een heel fijn huis. Heb je nou nog een koets erbij, Frans? Ik heb een hele leuke koets. Kijk, als we dadelijk dan gaan trouwen. Ja. En zo hier achterin. Oh, maar dat is mooi. Ja, toch? Ik wil eigenlijk een witte koets als ik ga trouwen. Nou, hang een witte doek eroverheen. Oh. Er zitten wel grote wielen onder, hè? Ja, hij is mooi, hè? Ja. Waar zal die voor geweest zijn? Voor, ja, dat is een auto vroeger, hè? Oké. Okay. Het gaat wel omlaag hier, hè? Kijk uit, hè? Dat is het stuur, hè? Zo. Even iets hierheen. Even iets daarheen. Zo, zit niet voor stil. Nou, dit wordt spannend. Dat past er volgens mij niet op. Het is net zo breed. Hij legt toch graag vast, geloof ik, hè? Oh, jezus. Nou, wat spannend ook nog. Kan ik die andere man helpen? We hebben hem gewoon erop staan. Als je ook hier tussen door kijkt, Petra. In die kant staat hij er wel op, mensen. Dat heeft hij goed gedaan. Maar die kant is nog een probleempje. Ja, dat houdt niet, want dat gaat precies hier eraf. Ik dacht meer iets om hier. Jullie samen even. Wij doen alles apart. Dat is zijn ding. Nou, hier komt dus de koets vandaan, uit het prachtige mooie huis. Deze mensen gaan verhuizen. Die bus zat er daar net voor. Ja, hij is toch van tanken, van sloopwerken? Ja. Ja, zie je wel, die ken ik wel. Nee, zat achter. Ja, echt.
Ja. Maar hij is druk bezig, je ziet het. Het is net, het is net de hulk, hè, natuurlijk. Ik heb thuis drie fans zitten van je. Echt waar? Ik moet verplicht meekijken elke week. Oh, je moet verplicht meekijken? Ja. Nou, dan kun je zaterdag weer naar iets nieuws kijken. Oh, krijg je weer met... Oh, hij zit erop, Frans. Huh? Hij zit erop. Ja, hij zit er bijna op, hè. Hij heeft alles mooi vast. Ja. Oh jee. We gaan toch wel binnen doorrijden, denk ik, hè? Nee, joh. Gewoon op de snelweg. Nee, joh. Ja, mensen, daar komt Jan. Kijk eens wat een prachtige koets. En wordt het onze trouwkoets of zo? Ik weet het niet. We gaan het wel zien. Hij is over nu wel van de derde. De derde. Dank je wel, rijden we net weg. Ziet Frans in zijn containerbakje staan, steekt van alles uit. En dan gaat hij vragen als hij dat mag hebben. Kijk, daar loopt hij heen. Zie je hem nog? Zo, met propere ramen rij je beter over de weg, hè? Kijk eens mensen, wat een mooie koetsie. Een juweeltje, toch? Krijg je ze schoon? Ja hoor, ik wel. Oh, je kijkt ook echt vrolijk bij. Het is maandag, Frans. Is het jouw maandaggezicht? Ja. Ik was laat thuis en ik moest voor jou vroeg op. En ik krijg nog niks te eten op, man. Dan leg je stroopkoekjes in de auto. Nee, dat hoeft niet. Ik moet niet even een klok maken. Poeh, een beetje erg stoppen van de lucht, Frans. Verschrikkelijk, een heel flesje opgegooid. Nou, dat valt reuze mee. Ik denk dat ding te veel uitkomt. Oeh, nou, we gaan even naar de kermis toe hier in Tiel. Hij wilde per se weer. Nou, ik heb wel genoeg kermissen gezien nou deze zomer. Nou, jij lijkt wel net Grumpy, jij. Nee, maar ik heb er allemaal genoeg te zien. Dus. Gewoon even gezellig kijken. Even lekker oliebolletje eten, visie, palinkie en zuurstok en wijnbol. Weet ik wat allemaal. Nou, maar, kom maar. We gaan kijken. Helemaal goed. Dus weer mee. Ik wil hem maar niet. Nou, daar staat hij dan, de kermis. Nou, het is net kermismania. Zo vaak heb ik de kermis van deze zomer gezien. Oh ja, het is herfst nou. Je gaat op 6 kap vakantie. Zelf, hè? Nee, dat is anders. Je maar goed. Steekt jezelf de zee. Nee, dat is niet waar. Oh, nou, dat is goed dat je het zegt. Dan hoeven we daar ook niet mee. Kijk aan mensen, bij natuurlijk Siroké van de familie Welsing, fotoschietsalon. Komt hij aan en Toontje gaat een leuke foto schieten van mij. We moeten geld hebben, hè? Ja. Even een kaartje kopen. Ja, zo. Kijk eens mensen. Moet je wel bij komen staan, anders sta je niet op de foto, Maffie. Allemaal dekking natuurlijk. Ga spierballen, hè? Bijna. Bijna, nog niet helemaal. Nee. Hey. Een echte foto. Hij is al een beetje bleek nu. Even schudden even, hè. Omdat dat lekker. Vorig jaar erover, hè? Nee, afgelopen jaar was aan. Nu 12 dagen. Ja, het waren er ook maar aan. Maar toen we met veel mensen van vies gaan, dan zijn we
seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. De tijd is om. Oké, hamsteraars, leeg jullie broeken maar. Dan gaan wij de telling beginnen. Oeps. Het is vandaag weer maandag, een nieuwe week. Dat meen je niet? Ja. Wie dacht dat het dinsdag was? En wij dachten gewoon lekker vroeg naar de kerstmarkt te gaan. Ja, even naar Duiven. En Frans moest morgen weer een kuiltje graven, dus dat ging niet. En gisteren zijn we even in Duitsland op het kerstmarktje geweest. Ja, dat was ook wel leuk. En nu dan even hier naartoe, even kijken. Nou, ik laat jullie zometeen even meekijken, stiekem. Want, kijk, je mag niet filmen, hè, daar. Alles mag. Nee, dat mag niet. Nou ja, jij mag dat wel. Ik ga het gewoon proberen. Nou, daar zijn we dan. We moesten hem wel ver wegzetten, want er was bijna geen plek. En jij met je goede ideeën altijd. Ik heb gewoon goede ideeën. We gaan even kijken. Oh, het doet weer een geurtje op, valt daar flauw. Hele flesje gaat erop. Maar het is niet druk, je ziet het, hè. Het staat gewoon lekker helemaal vol. De krans hangt er al. We gaan lekker naar binnen. Zometeen. Ja, nog niet. En dan heb je het treintje weer. Kijk, dat is zelf leuk. We staan Frans. Niet aankomen, Frans. Mensen hebben het opgebouwd. Doe nou niet, waar ga je over het hekje heen? Ik vind het echt niet grappig wat je doet. Welke schut hier? Leuk. Daar zijn we er dan. Kijk, ziet er heel mooi uit. Is ook leuk, hè? Mooi, hè? Ja, vind ik wel leuk. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Jij ook? Ja, dit vind ik wel leuk voor buiten zo. Ja, ik ook. Lampaarnpaadje. Heb je al wat gezien, Frans? Ja, een leuk hobbelpaadje. Oh ja, dat is wel heel mooi, ja. En hier zijn we dan, in het grote sprookjesbos. Mooi, hè, Frans, al die bomen. Heb je daar een boompje staan, Frans? Kijk maar uit, daar gaan ze wat denken. Daar zijn wel mooie bomen bij. Oh, Frans, een zwarte boom. Oh, jawel, die vind ik mooi. Maar een zwarte boom. Die vinden we wel mooi. Maar voor de Adams Family. Nee, ik vind hem wel leuk. En dit vind ik ook mooi. De gekleurde zo met dat wit is mooi, hè? Ja, dat vind ik ook mooi. Waar hangt er nou in de boom, Frans? Is dat lollig? Kijk. Heb je hem weer, hoor. Vind ik wel leuk. Wel heel mooi allemaal, hè? Ja. Die past nou bij ons, hè? Ja, nu moet ik niet. Niet? Alles of niet. Oh, kijk, mooi, hoor. Bomen kunnen sowieso binnen staan. Ik zet geen boom. Wel. Dan zet je mezelf. Ja, hoor. En een kleintje van de deur. En de deur is ook een boom. Dat is ook mooi, de sterren. Ja. Nog meer bomen. Al die hertjes en cadeautjes en dingetjes. En lampjes en stekkers. Ziet er mega mooi uit ook, hè? Al die huisjes. Ik heb ook nog huisjes. Van alles heb ik nog. Het ziet er echt mooi uit, hoor. Heb je gezien? Kijk eens hoe leuk. Oh ja. Ja, we hebben natuurlijk al, die is ook leuk, ja. Hij vindt meer een eetdingetje, lijkt het wel. Als we dat zien, dan maken we het mee. Mooie mensen, prachtig gemaakt. Kijk maar eens. Nou Frans, dat wordt nog een heel klusje als je het thuis wil maken. Ja. Dit is...
Ga je ook een kerstkampje maken? Ja, misschien wel. Even zien. We hebben een paar wagentjes, een paar kampeerwagentjes hebben we. Ja. Misschien nog een paar dingetjes erbij. Wel leuk. Ja. Vind ik dat eens wat anders dan al die boerenkietjes. Ja, hè. Nou, hier op miniatuur natuurlijk Bergtram, waar ik in januari mag optreden. Kijk eens op die mensen. Lekker op sneeuw, hè? Ja, meestal wel, ja. Oeps. Hier hou ik nou van. Mooi met het goud en dan zo'n mooie bos. Ja, die zijn ook leuk, ja. Ze zijn na aan het denken, zie je dat? Niks aan, vieze zwarte dingen. Kijk hier dan, dit is mooi met het zwart. Wat wil ik? Nee, ik vind het mooi. Nee, ik vind niks aan. Ik denk dat ik ook zo'n ding ga maken. Dit is wel mooi, maar niet met het zwart. Ik denk dat ik er ook eentje ga maken. Nou, dit is dus het restaurant. En Frans heeft natuurlijk weer wat besteld. Oh, lekker soepie, echte soepie. Ja, ziet er wel goed uit. En ik kreeg een salmbroodje met een smoothie. Smoothie? Ja, smoothie. Nou Frans, dat heb je wel erg snel gedaan. Nou, jij hebt er allemaal zo op het knie. Nou, val mee toch? Je hebt nog een soepje erbij. Je hebt een half uur zonder koffie iets. Erbij. Dus je hebt, maar ja. Proost mensen. Het was wel lekker. Het was heerlijk. Het is wat anders dan een patatje en een kroketje of een curryworst uit Duitsland. Nou, dat ik even halen. Nee. Ja, ja. Ik had toch weer wat, ja. Van die lekkere geurstokjes, kijk deze. En heb je dezelfde shampoo bij, dus als ik vanavond gedoucht ben, Frans. Als ik vanavond gedoucht ben, dan ruik ik hetzelfde als dat het bij ons binnen ruikt. Dat is toch heerlijk? En dan ruik je naar de ethos. Wc eend. Nee, ik ruik dan heerlijk naar nummer 58. Olifant. Ik vond het Delfts blauw mooi, maar vooral de driedelige tackle. Ja. Richting de trap momenteel, kijk, dit is allemaal kaarsen. Wat spooky. Allemaal hele mooie kaarsen allemaal. Het ziet wel mooi uit, hè Frans? Een gezellig cafeetje, hè? Cafeetje? Dat is een wijnbarretje. Dat is een cafeetje. Dan gaan we richting de trap. Het is altijd mooi, de trap natuurlijk. Heel erg mooi, hoor. Ja, mooi gemaakt, hè? Vind je ook niet? Ja, ik vind het heel erg mooi. Wel kerstgevoel, hè? Oud-Engels, hè? Ja. Dat vind ik wel echt leuk. Dag, juffrouw. Mag ik ook een koekje van jou? Frans, je mag er niet aan hangen, je mag er niet aan zitten, je mag niks. Dus ik heb nog geen koekje erbij. Oh. Prachtige meid. Niet aanzitten, want er staat er... Oh. Moet je een borreltje? Nee, je mag er niet aankomen. Ach man, zei ik. Echt een aso ben je ook. Ja, bekijken. En dit is dus de borrelcafé. Is die dan? De boom. Wat is deze prachtig met deze lampjes. Ik denk dat dit de mooiste is. Ik weet nog niet wat er gaat komen. Ze hebben echt wel uitgepakt dit jaar hoor, want het is echt prachtig. Moet je hier even bij in, Frans? Natuurlijk mag de bar niet ontbreken. Kijk maar de bovenop ook leuk. Prachtig.
Let it go, let it go, let it go. Oh, oh. Eigen vergist, dit is de mooiste boom, mensen. Kijk eens even hier. Ik vind die wel leuk. Prachtig. Ouderwets, hè? Ja. En die hele grote piek erin. Ik wil ook zo'n piek. Accessoire stad, mensen, is niet normaal. En zelfs Frans heeft een mandje. Kijk maar eens. Met mijn jas erin. Met je jas erin. Een rommel van jou. Oh. Hier hangen gewoon de tafels op de kop, mensen. Kijk. Wat leuk bedacht. Hier mag je niet van snoepen, Frans. Ja. Lekker staan. Het is donkerrood, lichtrood. Ik heb het toch wel een gevonden, hoor. De roze ballenboom. Discoballen. Discoballetjes, ja, Frans. En welke vond jij mooi? Dit vind ik ook mooi, die rode met groen. Rood met groen vind jij mooi? Ja. Dat is ook mooi. Ja, het blijft toch zoeken. Wat vind je mooi, wat vind je niet mooi? Maar er is zoveel hier, dat is niet normaal. En ik denk dat gewoon nog een keertje rondloop. Nou, moet even lekker naar beneden gaan. Wat zeg je? Wat zeg je? Even lekker naar beneden gaan. Nee, we gaan nog één keer rondlopen. Nou, dat denk ik dus niet. En daar is die dan, die regenboogpiek. Zou je hem in de boom hangen, Frans, regenboogpiek? Ja, waarom niet? Ik vind hem wel leuk. Leuk, hè? Hé, hey, Frans, een automatiek. Lekker. Lekker. Beurskes. Zitten we vlakbij. Beurskes, ja. Broodje, ja. Niertje. Hoe heet dat ook alweer? Nierbroodje. Ja. Even kijken, zak patat. Ja, ik zie het. Kijk, en in de automaat. Leuk, en hier zit iedereen te wachten. Geen papier heb ik. Ja, en dan gaan we weer naar onderen. Kaartje kopen. Kaartje kopen, dankjewel. Nou, ik vond het wel heel erg mooi. Inspectie RS, van ons op de kant. Hallo! Hoi! Was je biertje? Ja. Nog niet? Nog niet. Nou, in ieder geval, het was een hele mooie... Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het ook leuk dat het niet zo druk was. Lekker ja, even vlot er doorheen. Ja. En natuurlijk Harry Potter-achtig alles. Vind ik helemaal geweldig. Ik ook. Ik heb een paar leuke dingetjes gekocht. Oké. Okay. Nou, je moet nog afrekenen, hè? Nee, jij. Oh. Nou, we hebben het allemaal wat gekocht, hè? Ja, leuk, hè? Een biertje. Hey, papa bier. Oh ja. En dan zitten we dan weer met z'n tweetjes gezellig in de auto. En we zijn uitgenodigd. Ja, door Son en Hans. Twee goede vrienden. En we kennen Son al heel erg lang. Hè? Ja. Eigenlijk uit het café wat hij vroeger had. En, we zien ze regelmatig bij Café de Seng, bij Jolanda en Zang natuurlijk. Ze wonen er bijna. Ja, en we zijn uitgenodigd. En het heeft wat geduurd voordat we konden komen. Ja. We hebben 6 keer moeten afzeggen. Vandaag gaat het dan toch gebeuren. Eigenlijk op hun trouwdag ook nog. Hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus we hebben ook een bloemetje meegenomen, natuurlijk. En, ik ben benieuwd wat we te bikken krijgen. Volgens Jolanda moet het echt geweldig wezen. Ja, maar ze moet toch een doei? Ik ook. Wat zal het toetje zijn? Ik weet het niet. Wat zullen ze te buizen hebben? Ik weet het ook niet, maar ik geloof dat het 27 gangen zijn. Ik zie het wel. Nou, we gaan er naartoe. In elk geval heel erg lief, aardig en leuk. Dus we gaan zien wat we er gaan doen. Dat is waar, als we de file voorbij zijn. Ja, toch? Zijn we dan eindelijk op tijd in het bos, 6 uur gehaald. En even gezellig een bloemetje. Een klein bloemetje. Meegenomen. En nog eentje. Nog eentje dan. Dan gaan we kijken waar ze wonen. Ik ben benieuwd. Wat even zoeken. Zeg je nou?
dat je aan moet bellen, anders krijg ik de deur niet open. Dat is goed. We geloven nooit, we moeten weer een liftje in. Ik kan ook wel even met de trap gaan. Ik ga niet met de trap. Ik ben niet gemaakt voor de trap. Gaat hij weer met de trap? Dat is verschrikkelijk. Daar wonen ze 4 hoog of zo. Nog met de trap. Ik kan hem niet meer tegen met de trap. Oh, snel rennen. Zijn de Frans. In de griezelgrot. Goeiedag. Goedemiddag. Welkom. Dankjewel. Kom binnen. Dankjewel. Ja, het ziet er prachtig uit in ieder geval. Kijk. Helemaal Halloween alles. Wat mooi zeg. Zo. Gezellig hoor. Ziet er fantastisch uit. Niet normaal. Ja. Wat je niet lust, laat je staan. Kijk, we krijgen nog een drankje erbij. Het is heel simpel. Je krijgt helemaal niks engs. Frans krijgt al instructies. Als je pietje lust, nog eentje maar aan je lijf te zien, lust je die goed. En voor de rest wat je niet lust, laat je staan. Zeg het dus niet eng wat je krijgt. Het is niet eng. Het is allemaal dood. Het is allemaal dood, zegt hij. En Frans, heb jij de tafel gezien? Nou, die heb ik zeker gezien. Kijk maar eens even. Ja. We beginnen met een borreltje, dat zie je wel. Een mix van weet ik het wat, maar het smaakt wel ontzettend lekker. Ik ga even opletten dat Frans niet te veel doet, hè, want dan zegt hij maar weer gekke dingen. Kijk, daar zit hij. Maar het wordt vast spannend, dat weet ik nou wat, het is Halloween. Deuteren 6 in de kelder. Ja, dat is toch vast, hè? De eerste gang. Alleen ik niet. Een heerlijke, mooie. Nee, maar weet je... Ik ben er wel regelmatig, maar ben ik niet. Nee, maar weet je wat het is? En dat er echt zo'n Italiaan op staat met zo'n hoedje. Ja, ja. Met wat dat kost per persoon? Dat weet ik niet. €100. Lieve mensen, ja, jullie hebben een menukaart voor jullie liggen. Daar staan de Halloween-dingen op. Probeer er maar uit te komen, want ze zijn niet te lezen. Ja. Ik kan het ook niet lezen, want ik heb geen bril. Nee, je hebt uw bril niet op. Het houten schotje. De laatste adem. Oh. De doodsteek. Oh. Ik ben benieuwd, mensen. Die moet ik. Ik ga het proberen. Frans. Lees voor mij ook maar. Nou, dat wordt het dan, mensen. Ja. We zijn benieuwd. Mag ik heel even naar het toilet? Ja. Hey, die moeten... En we zijn begonnen, mensen, met de eerste gang. Kijk eens eventjes hier. Kan je nog één keer zeggen, John, wat het is? Dood. Er zijn 3 soorten paté. Ja. En ja, ze zijn dood. Ik kan er ook niks aan doen. Ze zijn dood. Nou, typisch Halloween's, hè? Wil er iemand een wijntje? Dat weet ik niet meer. Mensen, het is de tweede gang. Kijk nou eens hier staan. Een heerlijk soepje met een broodje. En wat zit er onder het dekseltje, Jolanda? Boter. Een botertje. Nou, helemaal geweldig. Ik zou zeggen, smakelijk eten allemaal. Smakelijk. Nou, de volgende gang is er weer, mensen. Kijk eens, heerlijk biefstukje met een aardappeltje erbij natuurlijk. Met friet. En heel gezond, een hutspotje van broccoli en wortelen voor de ogen natuurlijk. En kijk eens hier, een heerlijke salade. Ik zou zeggen, smakelijk eten. Nou Frans, je wordt toch verwend hier vandaag, ja, hoor. Ja, zeker weten. Niet normaal. En deze man heeft het bijna allemaal gemaakt. Toen deze stad klaargezet. Ja, ja. Het volgende plankje, mensen, ja, die houdt het niet meer vol. Je moet het er allemaal in proppen. En kijk maar, ze hebben allemaal gewoon lekker. Wat is het eigenlijk allemaal, Hans? Het is een kaasplankje met kletsenbrood, port salut, blauwe schimmelkaas, brie en camembert. Hans, hoor je dat? Blauwe schimmelkaas. Ja, lekker. Dat is goed bij een blauwe beer. Dat is waar. Het volgende is natuurlijk het toetje. Oh jee, dit lijkt wel een heel gevaarlijk toetje, mensen. De rib staat er. Nou, en er ligt nog een bom bij je ook. Nee, het is een pompoen. Is het wel veilig? Je gaat er dood van. Rust in peace. Oh jee. Frans, heb je de deel betaald? Nou, we gaan het gewoon proberen. Het ziet er fantastisch uit. Heb je het ook nog een naam? Of heb je het iets, genoemd? Iets met grafsteen, toch? Staat op je menukaart. Oh, staat op je menukaart. Wacht even, mensen. Daar staat die, mensen. Serene rust heet het. Ik hou maar het vast. Wat smaakt het nou? Nou, dit was het einde. Je moet even pissen.
Nou, laat maar weer mensen. Ik wou net wat zeggen. Nou mensen, het zit erop. We hebben een heerlijk etentje gehad van John en Hans. Samen met de mensen van Café de Sheng. En dat was echt super gezellig voor ons. Wat is dat nou weer? En Frans, hoe vond jij het? Ik vond het helemaal geweldig. Super gastvrij. En snel weer een keer. Ik zou zeggen, mensen, blijf kijken naar deze vlog. Want we gaan nog meer leuke dingen doen. Maar dit heb je nog nooit gezien natuurlijk. Hè? Zo'n heerlijk etentje. Nou, toedeloe. Doeg.